Lil Kleine straalt weer van geluk in de liefde, zo meldt Reality FBI. De bekende rapper werd recentelijk gespot met een mysterieuze vrouw op een festival in België, maar nu is haar identiteit onthuld. Ik heb Lil Kleine gezien met zijn nieuwe vriendin, lekte uit naar het Roddelkanaal. De gelukkige dame is Anna Groeneveld, een inwoner van Amsterdam. Jorik Scholte lijkt serieus te zijn over zijn nieuwe vlam, getuige een foto waarop hij 500 rozen in zijn auto deelt. Deze romantische geste is duidelijk bedoeld voor Anna, die ook wel bekend staat als een. Eerder dook Lil Kleine op in een video met Megan van Ex on the Beach, maar al snel werd hij aan de kant gezet voor een andere man genaamd Olivier. Megan verklaarde: Hij had precies dezelfde mentaliteit, toekomstplannen, hond en interesses als ik. Toch was ze aanvankelijk terughoudend, vertellend aan vriendinnen dat ze niet zeker was van zijn oprechtheid, vreesend dat hij weer een typische player zou zijn. In een recente aflevering van de podcast Borrelpraat liet Lil Kleine doorschemeren dat hij na zijn breuk met Jamie vaas opnieuw openstaat voor liefde. Hij geniet momenteel van zijn levensstijl, maar zoekt niet naar eeuwige feesten en een overvloed aan vrouwelijke aandacht. Die jacht en zo: dat is leuk en het geld is fijn, maar niet als ik vijftig ben met tien meiden om me heen. Hoe ziet Lil Kleine de toekomst voor zich? Het liefst met mijn zoon Leo, mijn beste vrienden en mijn grote liefde. En af en toe wat vriendinnen als mijn vrouw er niet is. Toch hoopt hij serieus verliefd te worden. Rond mijn veertigste wil ik met mijn liefde en vrienden op vakantie, allemaal met hun kinderen. Samen lunchen en dan zeg ik tegen Leo, hier is wat geld, ga jij naar Club Ushuaia, terwijl mama en ik naar huis gaan of naar die boot. Dat zou geweldig zijn. Lil Klein ambieert een rustig leven zonder midlife-crisis. Hij zoekt naar stabiliteit en hoopt uiteindelijk zijn ware rust te vinden.